Dit is de vierde aflevering in een serie over de LEF-groep, een organisatie voor wonen, werken en welzijn. Deze aflevering gaat over VIA en dat staat voor vrijwilliger in algemeen maatschappelijk werk. Joost, hoe is de VIA ontstaan? Die is eigenlijk ontstaan vanuit de praktijk. Op een gegeven moment merkten we binnen het maatschappelijk werk dat we soms binnen de contacten die we hadden met cliënten, dat soms wel erg wenselijk was om bepaalde klussen door mensen te laten uitvoeren, anders dan een maatschappelijk werker. Je kunt vrijwilliger worden als je in het bezit bent van sociale vaardigheden en in staat bent een luisterend oor te bieden aan mensen met problemen. Werkervaring bij bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg is een pre daarbij. Als je interesse hebt om vrijwilliger te worden, kun je je aanmelden bij de LEF-groep. Iedereen die zich aanmeldt, wordt dan vervolgens gescreend. En hoe bevalt nou het samenwerken tussen professionals en vrijwilligers? Als ik voor mezelf spreek, eigenlijk heel goed. Als ik zo ook naar mijn andere collega's kijk, dan zeg ik goed. Maar er mag nog wel iets... De samenwerking tussen de professionals van de LEF-groep en de vrijwilligers van VIA loopt in de praktijk best goed. Toch hebben de professionals wel enige moeite om los te laten en de vrijwilligers ruim baan te bieden. Inge, hoe ben je ertoe gekomen om je als vrijwilliger op te geven voor het maatschappelijk werk binnen VIA? Ik heb in de 10 jaar dat ik een eigen bedrijf heb gehad veel met jongeren gewerkt die te maken hadden met diverse problemen. En in die jaren heb ik deze jongeren heel intensief begeleid en gecoacht. En toen is eigenlijk mijn interesse ontstaan om hiermee verder te gaan. Om een theoretische basis te verwerven is Inge gestart met een coachingsopleiding. Vervolgens nam zij contact op met het maatschappelijk werk in Nuenen, die toen net gestart was met VIA. Zij mocht toen zelfstandig cliënten gaan begeleiden. En wat voor soort problemen krijg je nou voorgeschoteld? Het zijn eigenlijk hulpvragen op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld luisterend oor bij rouwverwerking, het vergroten van sociaal netwerk, vergroten van zelfvertrouwen, identiteitsproblematiek, reïntegratie na langdurige werkloosheid. En jij bezoekt de mensen thuis, is dat een voorwaarde? Nou, meestal is dat het fijnste om te doen, omdat dat voor de mensen zelf een vertrouwde omgeving is. En daar voelen zij zich het meest veilig. Als de hulpvraag dusdanig is dat dat niet gaat, dan plan ik meestal een afspraak hier bij de LEF-groep. En dan is het belangrijk dat we niet gestoord worden en dat mensen toch vrij uit kunnen spreken. En wat doet dit werk nou met jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk, dit werk geeft mij een heel goed gevoel. Ik vind het belangrijk om mensen te kunnen helpen die tijdelijk zelf niet in staat zijn om hun problemen aan te kunnen. En om die mensen weer in hun kracht te zetten. Zodat ze op een gegeven moment het zelf weer op de rit hebben.